De hoofdprijs van de lotto, 1 miljoen euro, is gevallen op een lot dat bij de Bruna in Dongen is verkocht. Om te vieren dat daar zo'n grote prijs is gevallen, zou er vorige week woensdagmiddag een feestje worden georganiseerd voor de klanten. Maar toen vergat de bakker dus om de taart te leveren. Maar die was er vandaag wel. Het is door de lotto deze week gelukkig wel op tijd afgeleverd. Dus we kunnen heerlijk van gaan genieten met z'n allen. Is het nou ook ineens drukker in uw zaak? Ja, nou ik moet eerlijk zeggen dat er sinds het bekend geworden is aardig wat meer lotto loodjes verkocht worden. En iedereen hoopt natuurlijk dat ze de hoofdprijs winnen. Ja, waar is de winnaar eigenlijk gebleven? De winnaar, ik ken de winnaar, hij kwam in de winkel zonder dat hij wist dat hij gewonnen had. Wij kregen het lot in handen en ik wist aan de cijfers op zijn lot al dat hij eigenlijk de winnaar was van de hoofdprijs. Maar hij wist het zelf nog niet. Dus ik heb hem even mee naar kantoor genomen en hem daar het nieuws verteld. En hij viel bijna van zijn benen af van geluk. En hij wou het ook niet geloven. Maar ik heb het hem echt laten zien. Ik zeg, dit zijn de winnende cijfers. En dat staat op jouw lot. Dus je bent echt een half miljoen rijk. Het was daar in Dongen een gezellig samenkomen met champagne, bloemen en taart. Heerlijk. Hij voelde zich af welke bakker heeft hem gebakken. Maar hij zei de bakker van de lotto. Bent u ook lid van de loterij? Altijd. Ja, elke week of altijd, hè, buurman? Ja. Dus. Maar baalt u dan zelf niet dat u niet in de prijzen bent gevallen? Natuurlijk niet. Ik kan er altijd. Ik heb het niet voor deze 10 man delen. Dat maak ik ook natuurlijk. Maar iedereen die mee kan doen, die kan ook winnen. Hè. Dus anders is het niet.